bed, baby. Ja, op het moment dat ik bezig ben, dan denk ik van, het klopt gewoon wat ik doe. Het komt altijd van binnenuit, wat je aan het maken bent. En als je, ja, je start met een proces van iets te maken. En nou, ik vind het proces alleen al hartstikke leuk. Dus ik ben niet eens zozeer met het doel bezig. En als ik het dan klaar heb, dan ben ik gewoon, ik ben gewoon blij. Dat denk ik van, nou, klaar. Ik heb weer iets gemaakt. En dan is het proces er naartoe, vind ik dan mensen zo belangrijk en zo leuk. Daar geniet ik van. En ik heb dat vooral ervaren toen ik 4 jaar geleden echt stopte met als pedagoog en echt definitieve keuze gekozen heb voor dit. Dat is ook wel een zoektocht hoor. Ik ben nog steeds heel breed. Ik wil ook niet echt in een hokje gezet worden. Daar hou ik gewoon niet van. Dat past helemaal niet bij mij. Ik moet niet te pakken zijn. Maar ik merk zelf wel dat door al die technieken die ik geleerd heb. Dus ik heb al die jaren heel veel technieken heb ik toegepast. Ben ik gaan ontdekken, ben ik mee gaan werken. En nog steeds, als ik iets nieuws hoor of ik sta er wel open voor. Ik ben gewoon heel eager om dingen te leren, nog steeds. En dat is ook het mooie van keramiek, het houdt nooit op. Of my pride. Er is zoveel te doen met klei. Je kunt het zo vormen naar wat jij wilt. En dat is ook het leuke. Maar ook weer, je komt altijd weer grenzen tegen. Dat dingen weer niet lukken zoals jij wilt. Nou ja, dat is ook een gegeven. Dat is ook goed om, ja. Om dat weer te weten. Nou, dan ga je wel een ander weggetje volgen. En denk, als ik dit nog zus of zo doe, dan misschien komt het dan wel goed. Nou, en dan kom je weer een eindje verder. En telkens ontwikkel je weer iets nieuws. En kom je weer op een nieuw idee. Uh-huh. En maak je ook weer iets anders. Your tricks and your trade-offs. I've seen your evil ways. I've seen everything, your twisted smile. Ik wil, ja, het is een soort vertelkunst. Het is vertelkeramiek, verhalende keramiek. Zo moet ik het eigenlijk zien. Dat als je naar een zo'n wandtableau kijkt daar, wat ik gemaakt heb, dan nou kun je er naar kijken en denk, nou, oh ja, die kleuren, nou, die spreek je wel of spreek je niet aan, maar daar kun je mee bij stoppen. Maar je kunt er ook dichterbij komen en denken van, hey, wat is het? Want het heeft wel een verhaal, maar het is aan de mensen die kijken of dat ze er iets mee doen of iets mee willen. Dat is niet aan mij. Maar ik heb zelf al die behoefte om het op die manier te maken. En op die manier te laten zien. En of het is mooi, het is leuk als mensen het ook zo zien. En ook de achterliggende gedachten. Bijvoorbeeld het verhaal van scherven, dat die heel oud zijn en dat ik die weer opnieuw verpak. En weer een mooi een nieuw jasje geven. En daardoor, wordt het kunst. Maar dat is dat is denk ik wel wat mijn vorm van kunst voorstelt.